Het is 1:15 en de eerste 2 kilometer op weg naar Finisterre zitten erop. Hier achter mij zie jij de kathedraal waar ik dus geweest ben en mijn Compostela heb opgehaald. Ik heb ook een andere naam gekregen. Nou, dat ga ik nog opzoeken. Ik ga er nog een foto van maken van mijn certificaat en zo. Maar nu heb ik al een heel mooi stuk gehad. Ik had al gehoord dat dit een mooie route is. En ik vind het nu na 2 kilometer al fantastisch. Het is 3:15. Ik zit lekker in de zon en ik ben nog 3 kilometer verwijderd van waar ik ga overnachten. Ik heb vandaag bijna 16 kilometer gedaan en ik heb toch nog heel lang zitten twijfelen, ga ik naar het dorp daar verderop. Omdat ik weer lekker loop vandaag en het weer blijkt toch goed te zijn, ook juist aan het eind van de dag. Maar 12 kilometer verderop met klimmen en dalen, ja, dat is toch bijna 4 uur verder. En ik heb in Santiago rustig aangedaan. Ik ben vanochtend pas laat vertrokken omdat het weer heel slecht was toen nog. En het blijkt ook dat die overnachtingsplek niet op 8 kilometer op de route zit, maar op 10. Dus net heb ik gewoon besloten, Anita, het is gewoon genoeg. Dan heb je bijna nog weer 19, 20 kilometer gelopen vandaag. Dus dat besluit maakt het ook wel fijn. Ik zit dus nu nog een klein uurtje van de locatie af en dan kan ik lekker ook rust nemen. Volgens mij ben ik nog nooit zo vroeg op een locatie geweest, maar dat is denk ik ook wel een keer lekker. Dit soort dingen zie ik echt regelmatig. En als ik dan op de straat op de stroom en erop ziet ook een regen stromen. Dan heb ik gewoon heel veel regen. Dan komt het berg af. En echt typisch dit weer hier. Nou, kijk eens wat een mooi plekje ik heb vannacht. En het uitzicht. Oh, zo mooi. Zon schijnt zo lekker. Ik ga denk ik straks gewoon lekker buiten zitten. En ik heb dus echt wel een soort van privacy weer. Want kijk, als je hier slaat, zit je toch al redelijk dicht bij elkaar. Nou, de badkamer zie je ook. De badkamer ziet er prima uit. Kijk, mooi douche. Keurig afgewerkt. Wc. Wat staat als haai. En dat is in Idem aan de andere kant. Nou, ik ben hier heel, heel blij mee. Genieten. Het is bijna 9:30 in de avond. Ik was hier om 4:15. Ik ben tot nu toe nog steeds de enige. Ik ga er ook vanuit dat er niemand meer komt. Dus ik heb het hele rijk voor mij alleen. Dus dat betekent geen oordopjes in en geen oogmasker op. Want het is hier lekker donker en lekker stil. Ook niet een drukke weg of zo. Ik was dus 4:15 hier. Toen heb ik de ramen open gedaan. Mooi van het uitzicht genoten. En een poefje hier zo in de zon gezet. En heerlijk gezeten. Toen voelde ik hoe moe ik eigenlijk wel was. Dus toen ben ik gaan liggen. Een powernapje gedaan van 30 minuten of zo. Toen even bezig geweest met mijn foto's en beelden van afgelopen dagen.
en wat in iMovie gedaan. En om 19:30 had ik gereserveerd hier in het restaurantje. Echt ook super dat je daar niet voor hoeft te lopen hier, maar gewoon hier kon doen. Ik had voor €11 een menu met soep van Galicië. Dat is echt lekker. Heb ik hier al eerder gegeten met aardappels en bonen en zo. En een salmonfriet en ui en tomaat. Dat was echt lekker. Hij bood me ook nog een toetje aan, maar dat hoef ik echt niet. Was zoveel. En dan een kop thee. Ja, totaal €11. Echt geen geld. En die man is hier zo vriendelijk. Het is hier zo schoon en zo modern en zo mooi. En echt prachtig. En ik betaal hier dus €18,50 per nacht. En nu wel heel luxe dat ik hier alleen zit. En ik denk dat komt, want de meesten doen een dagafstand van Santiago naar Nairara of zo. Nou, ik al die plaatsjes. Wat hier dus 10 kilometer verderop is. En ik ga dus net overal tussendoor hoppen. Dus waarschijnlijk is het nergens zo heel druk waar ik kom. Wat ook prima is, want dat vind ik ook wel even lekker. Ik heb veel mensen gesproken afgelopen dagen. Maar ja, dus dat. Ik ben hier alleen en ik voel dat ik moe ben. En, maar dat ik op zich qua wandelen, dat las ik ook wel eens van iemand. Want ik las het net nog over. Ik was even aan het zoeken voor bij een filmpje plaats van Dries waar ik ben geweest. Hè, die eerste echte wandeldag. Die hier een bijtje voor mij heeft gemaakt. En hij wilde heel graag een herberg langs een Camino openen. Toen is hij allerlei camino's gaan lopen. En hij heeft zoveel honderden kilometers gelopen. Hij zegt, je lichaam die went daar gewoon aan. En ik weet ook dat Midas Dekker zei, ons lichaam is eigenlijk gewoon gewend om te wandelen. En niet te fietsen en in auto's te zitten of veel te zitten, maar gewoon te wandelen. Daar zijn we voor gemaakt. En dat voel ik dus ook wel. En als je dat dan gewoon een paar dagen zo achter elkaar doet, dan is dat prima. Zelfs met een rugzak op, die best wel wat weegt. Dus het wandelen bevalt me nog steeds. Het weer viel al achteraf dus vandaag ook weer heel erg mee. Terwijl het best wel slecht was voor het spel. Maar het heeft vannacht wel heel veel geregend. En vanavond ook wel weer. En dat telt natuurlijk ook mee voor de millimeters. Morgen regent het ook best wel wat. Maar die dag daarna geeft ze heel slecht weer af. Maar goed. Eigenlijk moet ik er ook niet meer naar kijken. Ik moet wel een beetje rekening mee houden. Ik heb een weer- en radar-app. Die geeft het beste de voorspellingen weer. Ik moet er natuurlijk echt wel rekening mee houden. Vooral als het gaat stormen en zo. Maar nu ga ik lekker slapen.